op een dag. En het winnende lotto-nummer voor 10 miljoen miljard is deze week 1. God miljard! Even later. Goedemorgen. Spreek voor uzelf, nazi-bloem! Kabouter Wesley is een tekenfilmreeks over een chagrijnige kabouter. Het is een creatie van televisiemaker, tekenaar en regisseur Jonas Gernaert. Ik heb mijn best gedaan om voor vanavond zo heel proper kleren aan te trekken. Sinds kort kan je een uniek avontuur van Kabouter Wesley bekijken in het LOMAC, het Looise Museum voor Actuele Kunst. Het is een kabouter en als je dan het kleinste museum ter wereld hebt, dan ja, dat klopt gewoon. En dan de inspiratie voor het werk zelf dan was ook niet ver te zoeken, want diep van binnen is dat eigenlijk een oké kabouter, maar die wil vooral met rust gelaten worden. En als je dan denkt dat er zo heel veel mensen door de verrekijker naar hem gaan kijken, dan is er niks dat hem meer op de zenuwen zou werken. Jonas bedacht de figuur Kabouter Wesley zowat 10 jaar geleden. Tussen 2008 en 2010 werd hij als wekelijkse rubriek in het weekblad Humo bij het grote publiek bekend. Kabouter Wesley is altijd simplistisch getekend en grof gebekt. Dus ook in het LOMAC. Je kijkt binnen bij Kabouter Wesley zelf. Dus Kabouter Wesley is tijdelijk verhuisd naar het LOMAC. Dus dat is een heel klein kastje waar dat hij nu in woont. Nog tot februari gaat hij er zitten. En hij stoort zich op een manier wel aan de mensen die hem allemaal komen bekijken. En hij geeft dat ook te kennen. Ja, het is een leuk filmpje eigenlijk. Het is een plezant ding. Maar ik zou het zeker niet met een grote K bestempelen. Echt kunst is het niet, maar het is wel mooi entertainment. Kabouter Wesley is door de verrekijker naar mij aan het kijken. Dat is fantastisch, hè. De humor en het feit dat ik kan, zoiets. He, altijd met ernst en kunst en dit en dat en dit is iets heel anders. We wilden altijd het LOMAC een beetje breed stellen natuurlijk. En niet alleen statische kunstwerken, maar ook bewegende of animerende beelden naar voren brengen. Ook muziek misschien in de toekomst. Kabouter Wesley is nog tot februari 2014 te bekijken onder de dakgoot van het gemeentehuis. Je bent verdomme niet bedankt om te kijken. Even later. Maar ik distancieer me ervan. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, want ik vind dat je wel bedankt bent om te kijken. Einde.